Hasselaar Koen Timmers kan weer een nieuwe eretitel aan zijn palmarès toevoegen. De docent van Hogeschool PXL belandde vorig jaar nog in de top 10 van beste leerkrachten ter wereld voor zijn verschillende ontwikkelingsprojecten in Afrika. En sinds gisteren maakt hij ook deel uit van het prestigieuze Britse Fellowship of the Royal Society of Arts. Daarmee vervoegt hij enkele grote der aarde, waaronder Stephen Hawking, Bob Dylan en Charles Dickens. Koen Timmers from Belgium. Niemand minder dan Bill Gates maakte vorig jaar bekend dat Hasselaar Koen Timmers genomineerd was voor de Global Teacher Prize. De docent aan Hogeschool PXL werd voor zijn diverse ontwikkelingsprojecten in Afrika beloond met een plaats in de top 10 leerkrachten van de wereld. En daar kwam gisteren nog een eretitel bovenop. Koen werd ingelijfd in de prestigieuze Fellowship of the Royal Society of Arts. En dat gebeurt niet zomaar. Eerst werd mij gevraagd of ik erin wou zitten. En dat is door eigenlijk iemand die een hele hoge rol heeft bij Microsoft in Amerika, die aan het hoofd van filantropie staat. Hij had gevraagd of ik erbij mocht komen. En na een korte applicatie hebben ze dan beslist dat ik erin zat. Het lidmaatschap van de Fellowship is enkel weggelegd voor uitzonderlijke mensen die een bijdrage leveren aan de maatschappij. Sinds gisteren maakt Koen samen met Stephen Hawking, Bob Dylan en Charles Dickens deel uit van een zeer select clubje. En bij dat clubje komen heel wat voordelen kijken. Lidmaatschap wordt eigenlijk is vooral digitaal. Kan rechtstreeks in contact gaan met andere fellows. Er horen ook grants bij, dus je kan steun krijgen voor je projecten. Maar dat zijn niet de enige voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de fellowship. Je bent ook als fellow uitgenodigd om een drankje te gaan nemen in de bar van het mooie gebouw van de RSA in Londen. Maar veel tijd voor ontspanning zal de Hasselaar niet hebben. Een eretitel als deze krijg je alleen door hard te werken. En dat werk stopt niet. Meer nodig? Ik moet nog naar de stafvergadering gaan. Ah ja.